Vandaag de tweede dag van de Uitmarkt Emmen hier in de Oude Dierentuin. En vandaag ook weer een boordevol programma met dans, theater en muziek. Marius, in de Oude Dierentuin in Emmen, een Ghostbuster, had ik niet zo snel verwacht. Nee, maar ik ben door Laura ben ik gevraagd om ter promotie van het Fable & Fantasy Festival. Het is ook een festival ook waar cosplay bij komt kijken. En cosplay is echt ook gewoon echt karakters uitbeelden vanuit je favoriete series en films. En wat heb jij met Ghostbusters? Het is een beetje een stukje jeugdsentiment. Het is een beetje, ja... Ik ben een beetje kind van de jaren 80 en 90 en dat zijn ook een beetje de films en series waar ik een beetje mee opgegroeid ben. Speelt Tangerine hier op het grote podium tijdens de Uitmarkt 2018 in Emmen. Het is inmiddels bijzonder druk en we gaan eens even kijken wat de mensen, nou ja, er zo al van vinden vandaag. En er staat hier opzij staat iemand en die wil heel graag op televisie. Tenminste, eigenlijk niet, maar we gaan er toch even in. Let op. Hallo. Hallo. Vind je het een beetje leuk? Hè? Vind je het een beetje leuk? Ja hoor. Heb je al iets gezien waarvan je dacht, wow, dat vind ik echt tof? Nee, de Bluebirds. Nou ja, en dit liedje nu. En kennen je de Bluebirds al? Een klein beetje. Maar die heb je door dit eigenlijk een beetje beter leren kennen? Ja. En ga je verder nog dingen zien vandaag waarvan je denkt, daar ben ik benieuwd naar? Nee, ik heb niet echt een planning. Je ziet het wel. Ja. Nou, veel plezier nog. Ja. Top, gaan wij eens even kijken of we nog mensen kunnen laten schrikken. Ik denk het wel. Oh, er hangt hier van alles. Hallo, mag ik u wat vragen? Kom ik op de televisie? Ja, liever niet. Maar het is geen landelijke tv. Dat scheelt. Maar mag ik vragen hoe je het vindt tot nu toe? Ik ben er net. Oh, je bent er net? Ja, wat ik heb gezien is hartstikke leuk. En is het ook de eerste keer dat je er bent of ben je vorig jaar ook geweest? Vorig jaar ben ik ook geweest. En gisteren niet, vandaag echt voor het eerst? Vandaag echt voor het eerst, ja. En morgen weer? Dat denk ik wel. Ja. Veel plezier dan. We gaan gewoon... Ja, mensen hebben niet altijd even wat te zeggen, kom. We gaan gewoon... ik zie hier deze twee mensen zo, hier. Dit is leuk. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Ja hoor. Mag. Hoe vinden we het tot nu toe? Ja, gezellig. Ja, mooi festival. Ja, zeker. En heb je al dingen gezien waarvan je dacht, wow, dat kende ik nog niet en wat leuk dat het hier staat? Nou, dit bandje eigenlijk. Ja. En Jureen kende je niet? Nee, niet echt. Nee. Nooit de wereld draait doorgekeken? Nou, kijk ik niet zo veel naar, nee. Hey, en verder nog dingen die je graag wil zien vandaag? Nee, niet bijzonder. We gaan zo weer weg. Dus. Je gaat zo weer weg. Het duurt tot vanavond 12, hè? Ja, dan komen we weer terug, maar ja, vanavond. Bier drinken. Ja, ja zeker. Heel goed, ga ik zo meteen ook doen. Hey, dankjewel hè. Nou. Mensen vinden het leuk, dat is ook bijzonder. Nee, dat is helemaal niet bijzonder, wat zeg ik nou? George Michael? Ja. Hoe is dat ooit tot stand gekomen? Ja, ik ben niet met hem opgegroeid, want hij had hits toen ik net geboren werd. En ook daarvoor en net daarna. En ook tot later. Maar ik werd heel vaak, als ik ging optreden, door mensen benaderd van... Hé, je lijkt een beetje op George Michael, je danst een beetje zoals hem, je zingt een beetje zoals hem, je ziet er een beetje zoals hem uit. Je baardje en dit en dat. En toen ben ik me steeds meer gaan verdiepen in zijn muziek. En het is zo lekker om te zingen, het is zo dansbaar. Dus toen op een gegeven moment, het ging gewoon steeds meer leven. Dat is echt super tof.
festival zit er bijna op. Althans, voor ons. We gaan even eten, want we hebben honger. En met we bedoel ik cameraman Sander Spijker en ikzelf. Zoals je kan zien, lust ik wel wat. Nou, jullie staan er gezellig bij. Ik ga even nog even wat vragen. Hebben jullie een leuke dag? Ja, geweldig. Is het een leuk festival? Het is een heel leuk festival. Volgens mij geniet iedereen met volle teugen. En er zijn heel veel activiteiten te doen, hoor ik. Dus voor elke je ziet er niet zoveel van, hè? Nee, wij zijn voor de vrijwilligers, zodat ze hier even in alle rust een hapje en een drankje kunnen doen. En even kunnen ontspannen om straks boven weer te vlammen met elkaar. Dus dat gaat goed komen. Helemaal top. En dat hapje en drankje gaan wij ook doen. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.